Even weten. Geef het even door via Facebook, Twitter of stuur me maar een appje. En verder op de voorpagina van Limburger gouden bijpakken. De raad biedt de hoes een uitweg. Ja, de commotie over het gedoe met burgemeester Hoes en Maastricht is nog niet ten einde. En 72 getuigen in een megaproces. En we hebben natuurlijk onze stagiair Raoul. Goedemorgen, Raoul. Kijk even bij de microfoon, jongen. Want de mensen kunnen je niet horen. Op radio is er wel zo sociaal. Het is wel handig, hè? Hey, ik kreeg zojuist een belletje. Van? Ja, van een buschauffeuse. Dat jij jarig bent vandaag. Klopt dat? Kreeg je dat nu al? Klopt dat? Ja, ik ben jarig vandaag, ja. Dan zeg ik tegen jou gefeliciteerd. En waar is dat gebak? Die ga ik zo halen. Oh, dan is het goed. Nou, ik ga even Bassie en Adriaan voor jou zingen. En dan beginnen we zo met uur nummer 2. Rood, speciaal voor jou. Komt-ie. Dank je wel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, oh wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij, en voor de jarige zijn wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, hip hip, hoera. Ja. Chris, het is wel vroeg op Maasland Radio. Chris, are you out of your fucking mind? Smit. Onze Raoul jarig. Ja, en gewoon niks zeggen. Hè. Hier gewoon stiekem binnenkomen. Zo van, ja, misschien gaat er nog iemand bellen voor mij. Zo van, dan heb ik toch niet in de gaten. Ja. Als we het geweten hadden, hadden we vanochtend dat je Nes gebeld. Dan had je gebak gekregen van Bakker Smit. Maar als je geen vrienden hebt die je opgeven, kunnen wij er ook niks aan doen. I hear a lot of stories. I suppose they could...